Goed, Bouke Vrijburg, jij bent van Videodoc, maar eigenlijk nog veel belangrijker. De vraag was of jij hier deze avond zou kunnen zijn, want het zou mogelijk zijn dat je een kleine kreeg. Hoe staat het daarmee? Ja, het is een spannende anderhalve week geweest, want hij is er al. En Morris James Vrijburg is een week geleden geboren. Dus... Nou, dit is zijn internetdebuut. Ja. Zeker, morgen in ieder geval. Ja. Niet live helaas, maar goed, daar moet hij mij een beetje mee leren leven met on-demand aanwezigheid. Hey, is er een heel klein stukje terug bij jou beginnen? We komen zo direct bij wat je nu doet, want je bent een van de pioniers, zou ik willen zeggen, op het gebied van vastleggen van live concerten en dat over de wereld heen sturen. Fab Channel is een van de initiatieven waar jij bij betrokken bent geweest. Ik keek even op jouw Twitter-account terug en ik zag op sommige van die momenten dat je zei, we hadden weer een bijeenkomst met 2 jaar geleden sinds VIP Channel gestopt is. Was een prachtig initiatief, een mooie studio daarbovenin in Paradiso. Hoe kijk je die tijd terug? Ja, het was een fantastische tijd. Zoals je zegt, het voelde toen echt als pionieren. We begonnen echt met een bijna nul budget en maar gewoon mooie concerten proberen op te nemen. Echt met van die oude doomcameraatjes die je in de supermarkt ziet hangen. Een guizige kwaliteit en dat online sturen. En dan in één keer, wat was een hele mooie wereldkaart. En dan zagen we die hele wereldkaart ontploffen. Want dan was het toen al viraal gegaan en het was toen nog geen Twitter. En het was zelfs nog geen Facebook. Maar dat werd dan wel doorgestuurd en kwam dan online. Dus dat was fantastisch om te zien. En ook de reacties toen van het publiek te krijgen. Dus ja, ik kijk daar heel erg met heel veel genoeg op terug. En we hebben extreem veel geleerd in die tijd. En alles wat ik nu nog steeds doe, zijn nog steeds haakjes en dingetjes. En die zelfs ideeën vanuit die tijd, die eigenlijk nu pas toegepast kunnen worden. Of dat ik het gevoel heb dat de tijd er nu pas klaar voor is. Of de tijd ja, misschien weet niet iedereen het. Waarom is het gestopt? Vertel dat verhaal nog. Nou, het is, in basis is het gestopt omdat we op een gegeven moment 2,5 miljoen funding hadden gekregen. Van het, zeg maar, onder andere van Former Capital en de gemeente Amsterdam, die hadden daarin geparticipeerd. Om te kijken of we dit, zeg maar, wereldwijd geld konden maken. We hadden hele mooie milestones. En we moesten bijvoorbeeld wereldwijde deals met labels hebben. We moesten een bepaalde hoeveelheid publiek bereiken. Nou, en dat is een hele mooie, ronddraaiende cirkel. Want ja, je hebt goede bands nodig om het publiek te bereiken. En als je goed publiek hebt, dan krijg je mooie inkomsten. Dus dan konden we aan de investeerders laten zien dat het goed ging. Nou, dat ging eigenlijk steeds beter dan een wereldwijd deal met Universal. En we hadden eigenlijk het idee, na 5 jaar lang daar keihard voor geknokt te hebben, tot in Amerika en toe, van nou, als we die hebben, dan volgen de rest van de major 5 volgen ook wel. Maar dat gebeurde niet. En toen na een jaar, toen zagen we ook dat het bezoek nog wel toenam, maar nog niet zodanig wat we wilden. Dus uiteindelijk rechten? Uiteindelijk de samenvatting is dat de labels er eigenlijk denk ik niet klaar voor waren. En dat wij in ieder geval niet de rechten kregen. En ik denk dat het grootste probleem daarvan was, is dat we niks te bieden hadden. We hadden wel geld, maar niet zodanig dat we tegen een label konden zeggen van god, hier heb je 100.000 euro geef ons naar die rechten. Ja, en dat heeft Spotify in mijn inzien natuurlijk heel erg goed gedaan. Die hebben natuurlijk vanaf het begin af aan hele goede, slimme deals gemaakt met die labels. En ik denk dat dat een van de redenen is dat ze zo succesvol zijn geworden. En je zei net, ik heb er heel veel van geleerd. Ja. En dit is een beetje waar dit programma ook over gaat. En wat kunnen we van elkaar leren? Dus als je nu moet samenvatten, wat is de belangrijkste les uit die tijd? Oh, dat vind ik een moeilijke... Nou, de 3 belangrijkste dan. Ja, als je nou voorhand bereikt, dan had je geweten dat die vraag kwam. Ik vraag mij altijd, we hebben gewoon 3 vragen. Nou, ik denk dat een van de belangrijke dingen is van hoe kan je, zeg maar, met een hoe kan je met weinig middelen wel hele mooie dingen maken. En we hebben gewoon een hele mooie site gemaakt toen met 2 programmeurs, met een 1 programmeur en een heel gedreven team. En ik denk dat die gedrevenheid die we in Fab Channel hadden, dat was eigenlijk dat vond ik het mooiste. En dat zoek ik eigenlijk nog steeds aan de projecten die ik doe. Lukt het je om een team om je heen te krijgen waar echt mensen zitten met passie en echt iets moois willen gaan maken? Dus ja, en het was natuurlijk ook wel video streamen voordat het gemeengoed was. En, ja, het was video streamen voordat YouTube er was. En daar leef je nog steeds van. Dus, En dat is de les is dat we toen zoveel diep in zijn gedoken en zoveel voorbij hebben zien komen in de jaren. Dat die kennis dat nog steeds inderdaad is waar ik op aangesproken word en waar we nu een bedrijf van kunnen hebben. Stel nu, we komen zo op je bedrijf wat je nu doet. Maar stel dat je er nu mee zou starten bij Paradiso. Wat zou je anders doen?
Of zou het nu juist het juiste moment zijn om het op dezelfde manier te doen? Het is heel grappig, want ik was afgelopen week thuis en ik kreeg via Skype kreeg ik een berichtje van een ex-collega van Fab Channel. En de jongen die doet het heel erg goed, die heeft zeg maar een beetje productiemaatschappijtje gestart en die is eigenlijk nog steeds in Paradiso Studios aan het opnemen en dat gaat heel erg lekker. Dus die kwam naar me toe van ja, kunnen we daar niet, is het niet eigenlijk nu de tijd? Moeten we het nu niet gaan doen? En waarom was het toen niet gelukt? En, op een bepaalde manier denk ik dat de wereld er wel klaar voor is. En natuurlijk, het volume van streaming is enorm veel toegenomen. Het hele idee van online advertising met pre-rolls, dat is volwassen. Dat was in 2009 was dat net een beetje op het kantelpunt. Wij hadden toen een van onze succesvolle pre-roll campagnes was TomTom. Maar toen hadden we zes weken moesten we iedere keer dezelfde TomTom serveren. Omdat ja, de volumes van een banner waren heel. Ja, dat snapte men nog niet, zeg maar. En wij konden dat niet verkopen. Dus ik denk wel dat de tijd er meer klaar voor is, maar ik vraag me wel af of het rechtenissue echt al opgelost is. En of er labels en de BUMA er klaar voor zijn om zo'n initiatief een wereldwijde exposure te geven. Hey, even over dat rechtenissue, want ja. Ik spreek ook vaak met mensen die hierbij betrokken zijn. Vorig jaar waren we op Noorderslag, iedereen gesproken van YouTube, Spotify, noem het allemaal op. Iemand van de BUMA Stemmer zei toen, die had het onderzocht. Die zegt, als je nu een soort streamingdienst, niet zeg maar als Spotify zou willen beginnen, ja. Daarmee heb je er 2 jaar de tijd nodig om de rechten te regelen. Oftewel, je hebt eigenlijk al zoveel geld nodig om die 2 jaar uit te zingen, met de juiste mensen, de juiste juridische mensen, et cetera, om dat te kunnen doen. Wat is er voor nodig om van die ellende af te zijn? Is er een ander systeem denkbaar? Is er een algemeen systeem denkbaar waarop je zegt, nou, diensten kunnen. Ja, in ieder geval vanuit het BUMA-stuk gezien wordt er natuurlijk al, zolang ik met streaming bezig ben, dus dat is al 10, 15 jaar, wordt er al gezegd dat er een Europese BUMA komt. Nou, zover ik weet is die er nog steeds niet. En een van de problemen waar wij toen tegenaan liepen met Fabchannel was dat de BUMA zegt dan vrolijk van, nou, ik kan je wel zeg maar een licentie geven voor de rest van Europa, maar ik kan je niet garanderen dat ik het ook kan waarmaken als ze echt komen vragen of het klopt. Ja, dus ze geven je wel licentie, je mag wel betalen, maar ze weten niet zeker of het dan dat tarief blijft. Ja, weet je wat, dat is heel lastig uitleggen aan een investeerder. Van ja, er hangt misschien, een klein kansje hoor, maar misschien komt BUMA nog even langs. Ja, dat zijn lastige dingen. Ja. Hey, als je nu kijkt wat je nu doet, hè, ja. Als je kijkt op de site, staat er Videodoc creëert video experiences. Nou, ja. Dan denk ik, dat mag je uitleggen op het gemiddelde feestje van je familie. Dus begin even hier. Nou, in basis betekent het dat we video online brengen. En dat is ondanks dat ik dat 5 of 10 jaar geleden dacht, van, nou, dat wordt steeds makkelijker. Wordt dat niet makkelijker, want er komen steeds meer devices. En het wordt eigenlijk alleen nog maar ingewikkelder, zeg maar, om te zorgen dat een video het overal goed doet. Oh, dus het lukt jullie ook nog niet om op alle Android-toestellen... Dat is een serieus. Dat is een geruststelling. Dat is een serieus. Jan-Willem is het ook niet? Jan-Willem... Nee, hè? Ja, die staat toevallig achter in de zaal. Komt even niet later. Sorry. Nee, helemaal goed. Dus dat zijn lastige dingen. Dus daar begint het mee. Dat is de basis. En dat je goed kan zieken en dat je goed door die video heen kan gaan. Maar wat voor ons zeg maar die video experiences maken, is dat het rijker wordt. Dat je die tijdlijn gebruikt bijvoorbeeld om dingen eraan toe te voegen. Zodat je, terwijl je aan het kijken bent, relevante content krijgt. Of dat je kan wisselen tussen verschillende kanalen of tussen verschillende lagen van een video. Je hebt een hoofdlaag en je kan bijvoorbeeld zeggen, van, nou, ik wil nu horen wat bijvoorbeeld een dirigent over dit stuk in het concert ziet. Dat soort dingen vinden wij heel erg interessant. Ja. Nou, dat doen we in de muziek, maar dat doen we bijvoorbeeld ook veel in de media. Binnenkort een mooi project voor de NTR, samen met Beeld en Geluid, waarbij we een documentaire reeks, Na de Bevrijding heet dat, gaat eind januari beginnen. Waarbij je kan die aflevering kijken en elke keer wordt heel veel archiefmateriaal gebruikt. En elke keer als dat archiefmateriaal voorbij komt, kan je zeg maar met een soort van pop-ups, waardoor je precies kan doorklikken naar de lange versie of de volledige archiefstukken. Nou, en op die manier zeg maar, gaat het erom dat je mensen in een kijkervaring vast weet te houden. En dat het niet alleen maar is van ik zet een videootje aan en dat is het. Maar dat je ja, op het moment dat het relevant is, kan doorklikken en dat je meer daarover te weten kan komen. Ja, je noemde al even een dirigent. Ja. Een mooi voorbeeld, jullie hebben een platform gemaakt voor het Concertgebouworkest. Ja, klopt. Een app laten bouwen, maar het concept hebben jullie ontwikkeld, hè? Ja, klopt. Wereldwijd, live en on-demand. Alleen on-demand. Oké, hoe loopt dat? Het loopt heel goed, tenminste. Het kan altijd beter en we zijn er nog lang niet. Het heet overigens RCO Editions en het is een videomagazine, zoals we het noemen, voor de iPad nu. RCO staat voor Royal Concertgebouw. Royal Concertgebouw Orchestra. Ja. Ja, dat is het orkest is in principe een van de toporkesten in de wereld. Echt behoort tot de top 3. En heeft ook in dat opzicht een internationale naam. Dat is nog niet zo heel erg bekend in Nederland. In Nederland is het vaak als Casio bekend, maar in buiten Nederland is het RCO.
Ja, we hebben dus in september hebben we dat videomagazine gelanceerd. En dat is een app waarin elke twee maanden een nieuwe versie van zo'n magazine uitkomt. En dat is een verzameling van artikelen, achtergrond, interviews, videofragmenten rond een bepaald thema. En natuurlijk heel veel concerten die binnen dat thema passen. En we hebben nu iets van 15.000 downloads van de app. En we zitten tegen de 1000 abonnees aan. Nou, dat betekent... Wat moeten mensen betalen om toegang te krijgen tot alle concerten? In principe heb je drie opties eigenlijk. Je kan zo'n magazine gewoon per keer kopen. Dus dat kost €4,49. Dus dat kan gewoon via je Apple account kopen. Dus als een in-app purchase. En daarnaast hebben we zeg maar een abonnement. En als abonnee krijg je zeg maar toegang tot ook veel meer extra content zeg maar, die bij elke editie wordt meegeleverd. En dat is vanaf €6,99 per maand of €74,99 per jaar. Daar hebben we dus al een substantieel aantal abonnees al verkocht. Of hebben we op dit moment. Maar we zijn nog lang niet waar we moeten zijn. We hebben een uitgebreide business case gemaakt van tevoren. En het doel is om naar de 20.000 abonnees te gaan binnen 2, 3, 4 jaar, zeg maar. We moeten over anderhalf jaar moeten we wel laten zien dat we een heel eind op weg zijn ermee. Ja. Maar ik ben best tevreden. En wat leuk is om te weten is dat het voornaamste downloads komen nu nog allemaal uit Nederland. Dus 75% van het bezoek is nu Nederland. En je ziet, het Concertgebouworkest is natuurlijk ook weer constant aan toeren. We hebben net zijn ze een tijd in Australië geweest. Nou, en dan zie je dus in één keer ook dat ze tijdens die concerten en met die zalen daar in staat zijn om dit platform zeg maar te promoten. En dat die fans die daar zitten, die dus al heel graag naar die concerten komen, maar niet maar één keer in de drie jaar iets mogen kunnen zien, dat die zeg maar nu een beetje een middel hebt om met ze te communiceren en ze iets te geven om dichter bij de muziek te komen. Dus dat werkt heel goed. Nou, hey, een vraagje over dat interactieve. Ik heb een verleden bij de VPRO en... Ook ik dacht in het begin van ja, er is niets lievers wat je wil, zeg maar op elk moment de diepte kan zoeken en extra zetten. Tegelijkertijd zijn we eigenlijk nog niet heel veel verder. Kijkt iedereen toch gewoon het lekkerste, een soort lineair programma van A tot Z. Is het een misverstand van ons, zeg maar, of zijn mensen nog niet gewend aan nieuwe vormen van verhalen vertellen? Nou, ik denk sowieso het interactieve wat in die tijd was van, je kan de uitkomst van iets kiezen. Ja, daar geloof ik niet heel erg in, want uiteindelijk, in alle dingen die wij doen, is het verhaal is de basis. En het moet een goed verhaal zijn. En om dat verhaal kan je zeg maar, mensen de keuze geven om naar iets anders te wisselen. En ook weer terug te komen bij het verhaal. En dus ik zie het niet als een interactief iets als dat naar een nieuw eindpunt heeft. Wij zien zeg maar, in de app dat mensen daadwerkelijk zo'n extra laag aanzetten. En dat ze dus zeggen van ik kijk bijvoorbeeld het concert en ik laat de liedteksten automatisch meelopen. Of ik laat een tromponist, een trompetist, laat ik bijvoorbeeld op bepaalde momenten in het concert een toelichting geven. Dus jij zit gewoon te kijken, maar ja, wat die app gewoon gaat doen is of op jouw iPad of op jouw Apple TV. Op het moment dat het relevant is, dan zet hij gewoon dat beeld erbij en heb je dus het concert speelt door. En je hebt die extra achtergrondinformatie. En als je dat niet meer wil, dan zet je het uit. Dus ik denk dat het heel erg te maken heeft ook met de laagdrempeligheid en de gebruiksvriendelijkheid van zo'n interface. Of dat gaat werken. En wat dat betreft is voor mij is de iPad en de tablet, om het iets breder te trekken, is echt wel een heel nieuwe manier waar je dit soort concerten en dit soort content op kan gaan beleven. En waar je veel meer mogelijkheden hebt om daar interactief dan mee om te gaan. En daar zit de winst. Ja, ik heb een laatste vraag. Dit is een wereldnaam. Als we even naar een kleiner niveau toe trekken. Wat zou een artiest van minder faam, zeg maar, op een waardevolle manier met video kunnen? Een van de simpele dingen is natuurlijk dingen op YouTube zetten. Dat is wat je veel ziet en wat natuurlijk krachtig kan zijn. De vraag is hoe zorg je ervoor dat je niet in dat enorme aanbod verdwijnt? Want dat is ook nog voor een orkest is dat nog lastig. En een van de redenen dat ze zeg maar voor een eigen platform hebben gekozen is dat omdat ze juist in die Spotify's en die iTunes, dat is niet ingericht op klassieke muziek. Die hele metadata die matcht niet zeg maar. Dus dit komt gewoon niet goed boven drijven wat je op andere platformen wel hebt. Dus ik denk uiteindelijk gewoon zorgen dat je je video bij je doelgroep krijgt. En of dat dan via YouTube gaat of via andere videoplatformen, dat maakt in principe denk ik niet zo uit. Oké, we wensen jou veel nacht. Dankjewel. Dankjewel.